Ass on the back, look like Max sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Yes. Hallo, nog steeds met die kapotte headset. Als het goed is heb ik al een nieuwe headset. Maar... ziet ook aan mijn shirtje zo, we hebben er twee op elkaar opgenomen. Gaan we nemen. Omdat ik verkouden ben en zo. Maar ja. Fishy is wel sportief, want ik moet naar een 4-sterren team. Ja. Want ik ben nu Shakhtar. En hij speelt met Zenit. En die heeft 4,5, dus hij is iets sterker, maar het scheelt niet eens zo heel veel. Hij speelt met Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. Dus dat is wel, hij mag een 5-sterren team doen. Shakhtar is ook Russisch, is alleen de Oekraïne, denk ik. Oekraïne, weet ik wel, Roemeens. Nee, Shakhtar Donetsk. In ieder geval Oostblok. Donetsk ligt toch in Rusland? Donetsk. Ik vind het Oekraïne. Oké, dat is Oekraïens. Oké, klopt. Natuurlijk Zenit en Sint-Petersburg. Nou, zo, de shirts houden. Nee, jij die witte. Ja, dat zijn de echte officiële shirts. Oké, nou, ik laat het opstaan ook gewoon zo. Oh, ik heb niet eens op gelet. Danny Witsel. Zo! Ja. Ja, Fissi begon net over, ik ken er maar eentje, dat is een Witsel. Ik zeg, Witsel, dat is een Belgische speler, dat is hele bekende. Die had een paar jaar geleden tegen Anderlecht de been gebroken van Wasilewski, wat echt een heel erg beenbreuk, zag er niet uit, dat is echt een eng filmpje, hoor. Dat is op YouTube ook geweest, toch? Ja. Wasilewski beenbreuk, moet je eens zoeken. Ja. Je kan ook op hem of Witsel zoeken, want hij was degene die deed, zeg maar. Ja. Dat is echt ernstig, joh. Zo. Wasilewski de Pol, trouwens. Is dat een beetje ruimte, had ik daar? Ik weet ook niet, ik wil ook jouw opstelling niet eens checken. Ik ben gewoon begonnen, dus weet ik veel hoe ik speel. Wat is dit nou weer? Nou, Witsel, neem hem! Met zijn krullenballetje. Oh! Oh, foutje bedankt! Nee! Oh! Nou, mijn spelers heb ik niet per ongeluk nak gekozen ofzo? En die zijn getegradeerd, hè? Ja, daarom! Maaskant! Maar speelt Maaskant zelf mee, zo traag is het. Zo! maar ik kan helemaal niks! Ik kan die bal niet aanpakken gewoon! Het eerste kans een goal is bij mij, zo. Hey, scheids! Nee! dat is een overtreding, hè? Wat ik deed, maar ja. Dit van mij, van jou bedoel. Ja, van mij, ja. Witsel! Witsel, meester Schnitzel! Nee, dat duurt echt een kwartier te lang! Heel snel uit. Ja, maar heel slecht hoor. Ik had die... Oh, dat is een gokje wat ik deed. Die zijn allemaal komen, denk ik. Met LB. En hij krijgt de minstenshop. Oh, er is wel eentje gebaseerd bij mij. Ja? En terecht. Ja. En daar ging die bal heen. Ja. Jezus. Huh? Ja. Huh? Oh! Die kipper! Ik moet de kipper uitkomen, ja. Oh nee. Ja, ik zat de keeper komen. Het leidde heel erg af voor die keeper. Kom, al mannetjes, kijk, al die mannetjes. Ja, ik zie al. Je moet R1, hè? Dat lag ze. Oh. Laatspel. Nee! Stap, goed gestapt, ik zag het al. Nee hoor. Ik vond het wel op zich wel ineens heel veel ruimte, dat vroeg ik wel op, maar. Oh! Ja, dat zag ik wel. Nee! Die is goed, hè? Reinaaltje! Ik denk, zo'n kijk goed. Briebra brein haalt hoor, ik. Stugge wedstrijd, dit jongen. Nee, wat doet hij nou? Oh, ik heb weinig kans. Hij gaat erin, voel het gewoon. Oei. Even uitverdedigen. Die viel bijna goed hoor, voor mij. Ja, je bent er wel alleen, ik had er niks doen nu. Huh? Mannetje loopt gewoon. Oh, hallo. Wat doet hij nou? Kom op, snelheid. Snelheid. Shakhtar Donetsk, kom op Shakhtar. Oh, come on, dat is goed gedaan. En die is een hoekschop. Oh. Daar zijn. Ik wou zeggen, als dat geen hoekschop is, dan met die stoppen we ermee. Dan houden we het ook. Nee! Kippie! Ja, de keeper stond wel heel lang stil hoor, wat eng. Gaat hij erin? Godverdomme. Oh. Kom op. Corner nog. Zo, nog eventjes zo vlak voor rust, even een cornertje. En we krijgen een hoekschop. Klinerlei, een half uur later nog geel. Gavi. Garcia. Ja. Nou, dat is ook wel geel. Nou, hij had wel de bal. Nee, Nassies. Ah. Dat is een stugge Russische wedstrijd. Van mij die sneeuw nog. Dat er geen publiek is en zo. Of dat heel ver, het publiek staat heel ver weg daar.
Zo'n renbaan ertussen, wielrenbaan en zo. Oh, kill, guur. Waar loopt een mannetje? Gewoon heel rustig naartoe, zag je het? Ja, dat is, oh, die is al mooi, een bal buitenkantje. Hij heeft zich goed vrijgespeeld. Wat is dat nou weer? Mooie bal, Paul. Martins. Openen. Aids. Wat is dat nou weer? Dit getik hou ik niet van. Ja, de bal. Dat is wel een mooie aanval. Oh, dat is wel een mooie aanval, hoor. Dat is echt voetbal. Zoeken naar de ruimte. God, wat een corner ook. Hè? Ja, corner. Oh, achter word ik eerst. Ja, natuurlijk. Let out, Jury moet je negeren. Oeh! Waardeloze corner. Flikker op. Ja, dat is een leuke wedstrijd. Het gaat alle kanten op. En door de redding blijft het gelijk. Hij neemt hem. Dat was wel een goede beweging. Zag je dat? Nou, ik ging niet ineens. Oh. Nou ja, kom al toch een uurtje. Kun je niet koppen mij. Hier. Dat is echt heel slecht. Ja, maar mijn bal is ook niet zo lekker, hoor. Maar ja. Okay. Even weg is weg. Oh nee. Oh, waarom doe je dat? Wat doe ik nou? Ja, loppie, maar ik vond het niet het moment om een loppie te doen. Dat is mijn mening, hè? Mijn mening. Ik had al... Oh, slecht, hè. Waarom... En ik ga... Ach, hé. Ga naar huis. Scheids? Hallo? Echt, staat ook een overtreden. Er loopt gewoon een volledig in. Gewoon oprotten. Oh, nee. Nee! Als die onderkant lat erin gaat, nou... Dan houdt... Dat is dan houdt het echt op. Schitterende opening. Zo. Een wereldgoal. De dropkick staat erin vliegt, dat is een wereldgoal. Die paas. Heerlijk. Ja. Schitterende opening. Gaat hij erin? De goal! Oh. Gaat hij tegen achter? Uit! Ben je er helemaal niet blij mee, Ben? Dat ziet er gevaarlijk uit. Oh, oh, het is niet je expertise, loppies. Doe het dan niet. Ik deed loppie. Ja, maar dat zou ik niet doen. Ja, maar dat kon wel, hoor. Dat moest wel. Nee. Nee! Waarom ah. De tegenstander wilde... Oh. Hallo. Vijf man komen op af, hè. Nee! Oeh. Nee! Nee! Niet daar! Ik had de bal... 0-0. Ja, je kunt er voor één kunnen vullen, hè. Als je terroristisch het doet. Oh, 0-0. Bij dit gelijke spel schieten ze weinig. Jezus, meneer. Nee, ik denk dat ze ook beter hadden kunnen winnen. 0-0. Hebben we geen verlenging? Nee, kan niet. 0-0. Wat gaan we dan doen volgende keer? Nou, moet gewoon zo, moet ik niet tegen leren. Ik moet gewoon zo blijven. Oké. Okay. Jij mag gewoon kiezen. Oké. Okay. 0-0. Ja. Ja. 10-10 met schoten. Ik heb er 2 op doel geschoten, pas. Ik 7 nog, dus... Wel? Misschien had ik wel een klein beetje iets meer de overwinning verdiend, denk ik. Ja. Ik denk het wel. Maar ja, mogen ze achterlaten. Singling, hoor. Ik wel. Alleen, jij kreeg aan het eind nog... die loppies zijn niet slim van je. 2 keer delen. Ja, ja. Oké, nou, 3.